Rivalen. Vier jaar geleden. Hou vol. Concentreer. Haal diep uit. Zet hem op. Gewoon rechtdoor rijden. Gewoon rechtdoor. Kijk! Heb ik nou echt jouw hulp nodig? Heb je toch babygelukboeken gelezen, zei je? Heb ik ook. Daar stond helemaal niks over de stresssituatie in dat lelijke eentje. Niet boeken voor baby's. Boeken over baby's. Hou op met dat geschreeuw. Probeer jij maar even je baby nou nog in te krijgen. Dat doe je toch elke dag? Vraag alleen nog maar voor wat een beetje medewerking. Maar ik sterf al van de pijn. Boom. Nou, zie je wel. Maar je lekker liggen hoor. Ik kan gewoon niet wachten tot onze zusje er is. Nee, ik ook niet. Ook een stuk echter als we prinsessen spelen. En met de zusje leer je ook beter te luisteren. Natuurlijk, en met de zusje leer je ook beter te luisteren. Daarnaast kunnen we haar ook een mooie bescherming tegen pestkoppen. Jij is smerig, klein. Of misschien of toch niet. En ze krijgt ook vriendinnen waar wij later mee ook kunnen trouwen. Nou, dat denk ik niet. Die zijn natuurlijk veel te jong voor ons. Maar als we ze goed opvoeden, kunnen zij ze ons helpen als we bejaard worden. Nou, weet je, ik kan echt niet wachten tot ze er is. Ze komt eraan! Ik bedoel, ik kan heus wel wachten. Hou vol, schatje, we zijn er bijna. Alleen nog parkeren. Oké, dan neem ik het drive-thru. Er is geen drive-thru in het ziekenhuis. Persen. Gefeliciteerd. Nou, nu dus wel. Jongens, hier is dan jullie nieuwe zusje. Anaïs. Kijk naar haar toch. Ze is zo zoet dat al mijn tanden eruit vallen. Zeg, volgens mij hoor ik dat je behoorlijke nuttigheid voelt. Nee, dat is mijn hart. Dat smelt. Hier zie je de eerste bijzonderlijke wereld van het leven van een reuzenadelaar. Wie zou verwachten dat zo'n lief klein kuikentje een geboren molenaar is? En is dit moederliefde? Zo te zien is die totaal aan boorden. Nee, natuurlijk heeft Anaïs niet ons expres uit de auto geduwd. Weet je waarom niet? Omdat alle baby's onschuldig worden geboren. Zelfs als je dacht dat alle baby's onschuldig geboren worden. Kijk eens dan naar die babyhaaien. Elkaar wormloos en vermoorden. Hey, misschien deed ze het wel. Omdat ze bang was. Want wat doen mensen als ze allemaal bang zijn? Doe eens een beetje normaal. Je wordt nu echt hysterisch. Ik bedoel, wat zou geen zulke stabiele mensen doen als ze bang zijn? Laten zien dat we van haar houden. Ik waardeer en hou van je vriendschapsding. Hey! Dat is beter. Kijk, play baby. Hey Anaïs. Wat ben je daar aan tekenen? Oh, wat mooi zeg. Is dat mommy? En dat meneer pap? En waar zijn wij? Huh? Oh, zijn wij die bloemen? Oh, oké. Spelletje doen? Heb je daar zin in? Oké, we gaan nu samen verstoppertje spelen. Wij doen onze ogen dicht en tellen. En jij verstopt je, oké? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niet weg is iets gezien. Ik kom. Hey, waar ga jij naartoe? Dat was heel eng. Nou, jouw ziel ging tenminste naar boven. Nee hoor, ik heb er nu echt genoeg van. Jij gaat nu, hup, waar je terug naar vandaan komt. Wat nu weer? Niemand houdt van jou. Met daaronder Gumball en Darwin. Ach, zoiets zou ik toch nooit schrijven? Gewoon met schrijffouten? Ja, dat lijkt er meer op. En wat is er dan nu weer van plan? Huh?
Bang. Nee, ik ben helemaal niet jaloers. Maar toen jullie Darwin adopteerden, werd iedereen toch daarvan blijven? Moeten we uiteindelijk niet hetzelfde doen voor een andere familie? Daar heb ik het natuurlijk over Anaïs. En met die andere familie mag voor mij betreft een hyena zijn. Ik begrijp echt wel dat jullie niet meer de baby's in huis zijn, maar dat is best wel een dingetje. Je vader heeft ook een beetje moeite mee. Maar ik hou heus niet opeens minder van jullie, omdat er nu een nieuwe baby is. Dus, liefde vermenigvuldigt zich? Nee, dat wordt minder. Maar je vader krijgt wat minder. Dan wordt het minder. Dus in ons huwelijk, dan hoop ik dat jullie wel verstandjes in de huishouden zijn. Nee, echt? Groepsknuffel? Nu is het oorlog! Ik moet gewoon tot dag op vandaag buiten gesloten! Ik maak alles stuk! Ding, 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 ding. Misschien heeft mevrouw Mando gelijk. Anaïs is niet het probleem, maar wij. Je, kom op! We gaan met haar spelen. Kinkaboe! Dus we kijken dus nog niet zo leuk genoeg. Kinkaboe! Nou, kom op zeg. Kieke. Boom. Oeh. Ik stop even in mijn auto. Pas op, Darwin! Zit er zoiets roze in dat pak? Ik zie niets gek. Waarom trekt ze dan zo'n gek gezicht? Hier zat zoveel suiker in dat ik gaat gaan stuiteren. Ik kan echt hier niet meer tegen. Ik krijg een angstaanval. Oh, dank je. Rustig. Je kent het spreekwoord wie het kleine niet eerst. Krijgt de deksel op zijn neus. We gaan een tegenaanval doen. Maar hoe dan? Ze is veel slimmer dan wij. Oh, kijk nou. Ik heb voetjes. Ja. Ze is angstaanjagend en intelligent voor haar leeftijd. Maar blijft een baby. Ha, sufkees. Je bent erin getrapt. De Sjaak. Hoor eens nou eens even hoe wij lachen. Ha, 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 ha. Nu laat ik je ophalen en laat ik je vermalen tot hondenvoer. Maar ze kon maar toch niet echt ophalen? Tuurlijk niet. Laat haar gewoon daar een tijdje staan. Zodat ze begrijpt dat ze gewoon eens een beetje vriendelijk moet doen. Dat meen je niet. Wat vreselijk. Wel nee. Geef haar gewoon even een koekje van eigen deeg, Darwin. Nee, ik heb het daarover. Oh ja, sorry. Het is jouw beurt om flauw te vallen, hoor. Anaïs, waar ben je? Daar! Bang! Nee, we moeten haar gaan redden. Oh, wat een mazzel dat ik 2D ben. Nee! Oeh. Ja. Ah. Goed gedaan, zeg. Wow! Zo goed opgevoed. Van mam is dit nu wat beterschap dan paddenstoel. Anaïs! Het spijt ons zo erg. Sorry. Anaïs, waar ben je? Anaïs, waar ben je? Anaïs, waar ben je?
okinitoki. Het einde van de rit. Oh, nee! Oh! Oh, we dachten dat je weg was. Oh. We dachten echt dat we je kwijt waren. Oh, moet je horen. Hoor haar eerste woordje. Gumia. Ja. Gamble, heel goed. Darwin, ze zegt zo op mijn naam. Gum.